YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik Boogiebot pak voor een 10. Sorry. Robots zijn zwaar. Daar staat Killy Willy. En wij spelen als Killy Willy. Hey, ik heb al een tijdje niks meer over Killy Willy verteld. Ik heb er namelijk 1 keer een video over gemaakt en meer was er ook niet over te zeggen. Het is eigenlijk een nog duisterere Huggy Wuggy. En hij ziet er een stukje enger uit. Hij heeft een aantal extra ogen en hij heeft een mond als buik. En wij besturen hem. Dat is zo gaaf. Normaal is dit het moment waarop Kissy Missy je komt helpen. Maar nu is het Killy Willy. En zijn wij niet de speler, maar zijn wij Killy Willy. Maar dat is niet alles. Normaal is dit namelijk het moment waarop Mommy Longlegs achter je aan zit. Maar 3, 2, 1. Oh, snap! Wij zijn Mommy Longlegs. Kijk die handen. Gast, dat is zo gaaf. En je ziet ook letterlijk een soort van knop staan, inderdaad, waarmee je de speler kunt inmaken. Ik bedoel, het is eng als je de speler bent, maar je voelt je volgens mij best wel krachtig als je Mommy Longlegs bent. Ik bedoel, ze is echt 10 keer zo groot als de speler. Ze heeft langere armen, scherpere tanden, ze is roze. Ik bedoel, wat kan ik nog meer zeggen? Dude, dit is zo gaaf. Oh. Oh. Oh nee. 3, 2... Ik wou nog aftellen, maar het was niet nodig. Mommy Longlegs is te snel. We hebben dit eigenlijk de vorige keer al gecheckt, maar deze keer zou het er beter uitzien. Namelijk... PJ! Wat? Ik zie 2 soorten knoppen. 1 waarmee je sneller kunt rennen en 1 waarmee je waarschijnlijk... Dat is mijn beste hap-imitatie. Wauw, het besturen van PJ lijkt me wel lastig, man. Ik bedoel, hij is echt, weet ik veel, 10 meter lang of zo. Dus de kans is vrij groot dat je je bil stoot. Dat rijmde. Dat was niet per se de bedoeling, maar het is zo. Dit ziet er wel gaaf uit, man. Normaal moet je dus wegrennen voor PJ wanneer het licht aanstaat. Of nee, wanneer het licht uitstaat mag je wegrennen. En wanneer het licht aanstaat moet je stilstaan, volgens mij. Maar ja, als je PJ zelf bent, mag je dus altijd rennen. Dan heb je gewoon een heel luxe leven. Je mag doen waar je zin in hebt. Je bent een hond en een rups. En oh nee. Oh nee. Oh. Oh. Gaat er nog wat gebeuren? Ik schrok. Een beetje. In het begin van deze video gooide ik met iemand. En dat deed pijn. Sorry. Boogiebot. Maar wat als wij Boogiebot zijn? Dat is zo gaaf. Oh, ik vind Boogiebot zo schattig. I mean, normaal is dit dus nogmaals het moment waarop Kissy Missy de hendel omhaalt. Maar ik weet zeker dat Boogiebot dat ook kan. Yes! Goed gedaan. Nou, en wij besturen hem. We kunnen met zijn armen zo bewegen. We kunnen rondlopen. Dit moet gewoon in het echte spel komen. Dat je gewoon Mommy Longlegs, Boogiebot, Brom, Catby, Candy Cat, alle karakters, al het speelgoed kunt besturen. Ik zou het zo gaaf vinden. Ik wil heel mijn leven al speelgoed zijn. Maar dat is nog niet alles. Het spel zegt het namelijk al. Poppy Playtime. Poppy Playtime. Maar wat als wij... Poppy Playtime zijn? Dit is de eerste ontmoeting tussen de speler en Poppy Playtime in chapter 2. Alleen nu zijn wij niet de speler, maar zijn wij Poppy Playtime. Ik bedoel, kijk dan. Je kijkt een soort van mee over haar hoofd. Je kunt haar armen bewegen. Je kunt zo rondkijken. Je kunt helpen, als je dat zou willen. En want dat is het ding met Poppy Playtime. In het begin is ze aardig. Ik zal maar niet zeggen wat er later gebeurt, maar... Dan is ze niet meer aardig. Ik heb het verklapt, sorry. Nou, de meesten zullen het al weten. Maar goed, dit is zo gaaf. Ik wil Poppy Playtime zijn. Inderdaad, ik wil een roodharige pop zijn van 40 centimeter lang. Ik bedoel, dat wil iedereen toch? Dat is een droom. Oh, maar dit is zo gaaf. Ik vind het ook zo leuk om dan de speler een keer te zien staan. In plaats van dat wij de speler zijn. Wacht. Wacht. Oh. We hebben nu voor de eerste keer meegekeken door Poppy Playtime haar ogen op het moment dat Mommy Longlegs haar dat gat intrekt. Dit is het spel Wag a Huggy, waarbij je moet proberen om de Huggy Wuggies snel genoeg terug te duwen voordat ze je gezicht eten. Maar wat nou als je zelf een Huggy Buddy bent. Wauw, dat is gaaf, denk ik. Ik bedoel, je bent niet alleen. Je hebt een team met allerlei andere Huggy Buddies die even graag gezichten willen bijten. Dus dit is cool. Dit is leuk, denk ik. Again, ik heb geen idee. Ik bedoel, wij zijn het, maar dit is nog maar een klein stukje. Dit is nog maar het puntje van de taart. Van de ijsberg. Van de ijstaart. Maar dit is heel cool. Ja, ik zou toch wel heel graag gewoon eens willen weten hoe het is om in het echte Poppy Playtime spel te spelen als Mommy Longlegs, de Huggy Buddy. Weet ik veel wie. Een stoel, ook goed. Maar gewoon een keer wat anders dan de speler. Stop, man! Dat is... Rustig! Oké, dit is ongelooflijk. We gaan namelijk spelen als... Oh.
We gaan spelen als de Poppy Playtime Chapter 2 trein. Een belangrijk onderdeel in het spel. Namelijk de manier waarop je ontsnapt. Waarop je de Poppy Playtime fabriek verlaat. Nee, grapje, dat gebeurt niet. Je crasht en waarschijnlijk is dat waarom er een Chapter 3 komt. Sorry, ik heb alles verklapt in 10 seconden tijd. Maar de meeste mensen weten al wat er gebeurt. Zo, is dat ook weer gezegd. Maar, dit is heel erg leuk. Gaaf, denk ik. Ik weet het niet. Wil je een trein zijn wanneer je levend speelgoed kan zijn? Ik bedoel, je zit ook aan de knoppen in beeld. Je kunt alleen maar gas geven of afremmen. Ah, I don't know. I don't know. Ik zou toch liever mommy long legs, lange armen, lange benen, huggy buggy, scherpe tanden, blauw haar in plaats van gewoon een trein. Gewoon een trein zo. Ik hoorde wel een toeter. Ik hoorde wel zo... We spelen nu even niet als een Poppy Playtime karakter, maar dit is chapter 1. Alleen in plaats van huggy buggy staat daar... Daisy. Daisy is Daisy toch? Sorry, dit is een karakter wat gewoon een gigantisch kleine rol inneemt. En het is dus soms een beetje lastig om te onthouden wie het is. Maar volgens mij is het Daisy. Ik heb het vaker gezegd, maar ik vind PJ awesome. Tenminste... Oh my gosh. Wat? Dit is hoe het eruit zou zien als PJ de rol in zou nemen van Mommy Longlegs. Het kan niet. Het kan gewoon niet. Ja, sorry. Ik vind het ook niet eng, maar het kan gewoon niet. Hide and... Sad. Ja, maar ik vind het niet eng. Ik bedoel, die armen en benen, die zijn niet eens van PJ. Oké? Okay? Ik bedoel, bij Daddy Longlegs was dit eng. Bij Baby Longlegs was dit eng. Bij PJ, niet zo eng. Het is gewoon... Of tenminste... Oké, neem het terug. Het is wel eng. Kapot eng. Super mega kapot super eng. Precies. Maar als we het hebben over rollen van elkaar innemen, dan is het natuurlijk wel zo eerlijk om Mommy Longlegs ook eens een keer te laten voelen hoe het is om PJ te zijn. En dat doet ze. Heel slecht. Mommy Longlegs, hey, je bent roze, je bent cool. Suikerspin is ook roze en cool. Tenminste, ligt eraan. Als je het uit de koelkast haalt, is het cool. Haha. Nee, maar, I don't know. Nee, zeg maar, het moet ook een beetje bij je passen. Ik denk dat Mommy Longlegs gewoon niet echt iemand is die goed kan parkouren. Dat zie je ook wel. Ze slaat alle blokken over. Ze rent gewoon door dat schuim heen. Dat is niet de bedoeling. Maar, al met al, het is ook niet vreselijk, weet je. Het kan beter, maar het is niet slecht. Ik snap alleen niet waarom ze niet aanvalt, zeg maar. Maar misschien is Mommy Longlegs wel goed in Color Block. En het komt goed uit dat we haar nu zijn, want... Oh. De vloer is weg. Want we spelen namelijk de Giant Mode. Een modus waarin het eigenlijk gewoon de basisregels zijn van Color Block, maar dan als... Giant. Kapot groot. Dit is best wel cool. Dit is best wel gaaf. De vraag is alleen, kunnen we winnen? Ik bedoel, Mommy Longlegs die... Hey, jongens! Hey, aan de kant, man! Ik sta hier ook! Mommy Longlegs heeft zichzelf toch wel een itty-pitty beetje te bewijzen. Uh-oh. Snel. Oh, er gaan veel mensen vallen. Let maar op. Oh, niemand? Oh, jawel. Op het allerlaatste moment. Maar waarom vind ik dat Mommy Longlegs zichzelf te bewijzen? Tuurlijk heeft ze zichzelf te bewijzen. Het is een beetje het gezicht van chapter 2. Oké, okay? Voordat chapter 2 uitkwam had iedereen het over Mommy Longlegs. En eigenlijk ook toen chapter 2 uit was. Had iedereen het nog over. Oh, iemand viel. Sorry. Is niet eens mijn schuld, maar toch, sorry. Dus ik vind wel dat ze moet winnen. Ze moet bewijzen dat ze de beste is. Oh, twee mensen gaan vallen, let maar op. Oh nee, één iemand. Oh nee, laat maar twee. Soms vallen mensen echt op de meest onverwachte momenten. Oké, volgens mij sta ik hier goed. Oh... Oh, Mommy Longlegs, you did it! Wat goed! Dit denk ik. Mommy Longlegs is aan het dansen. En daar is ze best wel goed in. Abonneer voor meer en adios.